Goedendag, welkom bij Café Weltschmerz. Op 25 september komt er een einde aan de vrijheid. Wie op basis van gezondheidsoverwegingen besluit om zich niet te laten vaccineren of testen, wordt uitgesloten van vrije deelname aan de samenleving. Die mag niet meer een hotel binnen, die mag niet meer naar een restaurant, niet meer naar een café, niet meer naar een sportkantine of een sportwedstrijd. Die mag niet meer naar een festival, die mag niet meer naar een evenement, die mag niet meer naar een nachtclub en niet meer naar een bioscoop en niet meer naar een theater. En dat het daarbij niet zal blijven, bewijst het feit dat Hugo de Jonge al heeft gezegd dat hij het ook wil invoeren voor de zorg. En daarnaast hebben we gezien dat de regering de afgelopen anderhalf jaar de spelregels voortdurend verandert tijdens het spel. En dat beloftes net zo gemakkelijk worden gedaan als worden verbroken. Het is dus niet moeilijk om te voorzien dat er aan de lijst van uitsluitingen nog een aantal zaken zal worden toegevoegd. En vanuit de ondernemerswereld komt er een behoorlijk wat protest tegen deze maatregel. Ondernemers willen zich liever niet inzetten als onbezoldigde handhavers van dit beleid. Maar direct wordt dat alweer gepareerd met dreiging van enorme boetes. Ik heb gehoord 45.000 euro of zoiets, een jaar gevangenisstraf en dat soort zaken. Vandaag wil ik het daarover hebben en over andere zaken, ook een heleboel andere zaken, ook met Eddy Tjonvo. Eddy is ondernemer, schrijver, onderzoeker. Hij is de schrijver van het boek The Why of Everything. Wat zeg je? Zonder de. Gewoon alleen Why of Everything. Ja, zonder de. Mijn excuses daarvoor. Zijn interessegebied gaat voornamelijk uit naar de werking van het menselijk brein. Wat ik jou wil vragen is... We krijgen te maken met institutionele discriminatie. Waar dat naartoe zal gaan is nog een beetje onduidelijk. Het is altijd wat lastig om de toekomst met zekerheid te kunnen vaststellen. Maar er zijn wel een aantal zaken die we wel met zekerheid kunnen zeggen. Dus we hebben bijvoorbeeld kunnen leren het afgelopen anderhalf jaar dat de beweringen en de onderbouwingen van het beleid van de overheid, dat die zo, laat maar zeggen, zo veranderlijk zijn als het weer. Eerst werd beweerd dat mondkapjes geen bescherming bieden en vervolgens worden ze verplicht. Toen werd beweerd of beweerde onze minister-president dat testen zonder symptomen dat zinloos was en vervolgens maakt hij testen voor toegang verplicht. Waarbij dus gezonde mensen getest moeten worden. Ja. Toen beweerde Hugo de Jonge dat er nooit sprake zal komen van vaccinatiedwang of drang. En dat ondernemers die mensen buitensluiten op basis van een vaccinatiestatus, dat die dat verboden zal worden. En nu wordt de coronapas geïntroduceerd. Dus wat we in ieder geval met zekerheid weten, is dat we te maken hebben met een onbetrouwbare overheid. En wat mij nu verbaast is dat een groot deel van de bevolking het nu toestaat dat we de overheid een instrument in handen geven, die coronapas in handen geven, een instrument in handen geven dat in principe ongelimiteerd mogelijk maakt om gedrag af te dwingen op straffen van uitsluiting. Jij als deskundige op het gebied van het brein, wat ik me afvraag, wat mij verwondert, wat gebeurt er nou in het brein van mensen dat iets dat voorheen volslagen ondenkbaar was? Als je 2 jaar geleden had gezegd, hier gaan we naartoe, dit gaat er gebeuren, dan zouden mensen je voor gek hebben uitgemaakt. Hoe is het mogelijk dat het volslagen ondenkbare ineens omarmd wordt? Wat gebeurt er in het brein van mensen dat dit aanvaard wordt? Nou, kijk Pieter, er zijn twee zaken die belangrijk zijn om te noemen. Aan de ene kant is het een strategie die uitgerold wordt over een langere periode. Dus de voorbereiding om het brein zover te krijgen dat het hele complexe zaken accepteert. Dat introduceren ze nooit zomaar in één keer. En je ziet ook dat ze elke keer een beperking creëren en een stukje teruggeven, waardoor je het gevoel hebt dat het stukje wat je terugkrijgt belangrijker is dan de beperking. Okay. Zo werd het ook communicatief genoemd afgelopen dinsdag. Hè? De versoepelingen zijn eigenlijk een volledige beperking. Het is een lockdown op een digitale manier. En aan de andere kant is het zo dat het menselijk brein is eigenlijk niet objectief. Het fungeert vanuit een voorprogrammatie. En als er in die voorprogrammatie geleerd is
dat jij moet luisteren naar politieagenten, overheidsambtenaren, dokters, omdat ze een witte jas dragen. Wat ook ooit echt officieel geïntroduceerd is om dat een bepaalde status te geven. Hmm. Vroeger droegen de dokters helemaal geen witte jassen. Dus op een bepaald moment is dat geïntroduceerd. En dan krijg je dat gevoel van, nou, die arts die weet het dan wel. Ja, hij is een autoriteit. Hij is een autoriteit, stethoscoop om, brilletje op en dan krijgt het een bepaalde status. En er is het mens. De mens is een diersoort. Die is daar eigenlijk heel gevoelig voor. Want we werken nog steeds volgens allerlei hiërarchische patronen. We zien iemand die fysiek sterker is. Daar houden we rekening mee dat hij ons fysiek kan benadelen. Ja. En iemand die op een bepaalde positie zit. Daarvan gaan we ervan uit dat hij weet waar hij over praat. En zo is die hele maatschappelijke druk ook ontstaan. Dus hier komen twee dingen samen. Dit is een traject van jarenlang en niet opeens van de afgelopen anderhalf jaar. Het is ingemasseerd. Tuurlijk. Je ziet nu dat zeg maar, de laatste anderhalf jaar, je hebt Van Ranst gezien in België wat hij doet. Nou, die legt die hele strategie uit als je naar de eugenics boeken kijkt. En je krijgt naar de boeken van de standaard formules die ze al geschreven hebben in de jaren 384. Ja. Daar werd al voorspeld hoe dat ze het zouden moeten eugenics, doen. Even voor de... Ja, de eugenics die hebben allerlei boeken geschreven erover hoe je het menselijk brein zodanig kan beïnvloeden dat het doet wat jij uiteindelijk wil. Okay. En het interessante is, dat klopt ook. We denken allemaal individueel dat we ontzettende intelligente wezens zijn, maar we zijn zo territoriaal als ik weet niet wat. En we zijn een diersoort die eigenlijk heel intelligent geworden is. Maar zodra het over de emoties gaat, dan zijn we een kinderbrein. En in dat kinderbrein is alles geleerd wat je zo ongeveer denkt te moeten weten. Dat is je referentiekader. Op basis van de referentiekader dan fungeer je als volwassen persoon. Okay, ja, je ziet wel dat mensen daar op een verschillend niveau gevoelig voor zijn. Hè. Je ziet er nu een hele duidelijke tweedeling binnen de samenleving. Ja, vrij scherpe scheidslijn ertussen. Van mensen die heel gevoelig zijn voor de aansturing door autoriteiten, zoals jij net schetst. Ja. En een andere groep de keuze maakt om eigenlijk meer op de eigen interne autoriteit die gevormd wordt door de eigen waarneming, het eigen redeneervermogen, soms ook het eigen geweten. Zeker. Gevormd of religie. Wordt. Speelt ook een rol. Religie speelt een rol. Hè? Maar je ziet een vrij scherpe scheidslijn. Wat onderscheidt het brein van deze twee groepen van elkaar? Nou, het brein doet wat dat betreft exact hetzelfde. Hmm. Die voorprogrammatie van Git zijn eigenlijk drie groepen. Hè? Je hebt een neutrale groep die zegt helemaal niets. Die reageert zo ongeveer nergens op. Nee, dat zijn die blijft echt in het midden staan. En dat noemen wij dan de meewaaiers in de psychologie. Hè? Okay. Dus die waaien uiteindelijk altijd mee met de sterkste partij. Okay. En het maakt ze niet uit of dat de overheid is of dat het een revolutie is, dan gaan ze daarin mee. Dat maakt ze gewoon niet uit. Die zijn gewoon terughoudend totdat er een winnaar is. Totdat er een winnaar is. En dat is echt een hele grote groep. Mensen onderschatten dat. En dan heb je de groep, zoals je net schetst, dat is de groep die autoriteit accepteert omdat ze dat in hun voorprogrammatie, in hun opvoeding hebben meegekregen. Mm. Soms ook een klein stukje DNA omdat ze gevoelig zijn voor volgen of leiden. Er zijn minder leiders dan volgers altijd. En je hebt een groep die gewoon heel recalcitrant is in de kont tegen de kribben gooit. En zegt van nou, als ik alles bij elkaar optel, dan klopt het gewoon niet. Daar kwam die leus ook vandaan. Is het recalcitrant of is nee, het is ook voorprogrammatie. Dus het zit echt in je voorprogrammatie om niet iets te geloven en het echt te onderzoeken. En dat tot een andere conclusie te komen dan de ander die tegen jou zegt dat zo is. In feite maak je daarmee je eigen autoriteit belangrijker dan de externe autoriteit. Zie ik dat goed? Je gaat eigenlijk meer zitten op de stoel van zelfbeschikking. En dat is een sterk ontwikkeld principe in het biologisch deel van het menselijk brein. En die volgen gewoon die maatschappelijke regels niet zo sterk. Mm-hmm. Die stoppen ook bij een voetgangerslicht, omdat ze weten als je door rood loopt dat je doodgereden kan worden door een auto. Maar als het iets verder gaat dan dat en die zelfbeschikking wordt heel sterk weggehaald, dan gaan ze opkomen voor hun eigen waardes. Mm-hmm. En dan gaan ze er tegen in. Ja. Hoewel ook dat is weer heel afhankelijk van de situatie. Hier iemand binnenkomt rennen die zegt, jongens, jullie moeten naar buiten, want het pand staat in de fik. Mm. Dan gaat niemand in discussie van, dat bepaalt toevallig even helemaal zelf. Dan is het ook wel duidelijk dat dat niet bedoeld is tenminste, daar lijkt het al wel heel sterk op, als een vorm van misleiding. Nee, maar kijk, het interessante is dat veel mensen zeggen, het woord moeten, daar gaan mijn haren van overeind staan. Maar ook dat is in context. Dus in dat voorbeeld wat ik geef, als je dan het woord moeten gebruikt, zijn ze dankbaar dat je het gezegd hebt. En dan maak je dat je wegkomt. Ja, ja, ja. Maar in een andere vorm, als je zegt van jij moet je laten vaccineren, wat geen vaccine is, maar eigenlijk een injectie. Ja. Dan komen mensen tot de conclusie, ik moet dus eigenlijk helemaal niets. Nee. En ik bepaal wel zelf in mijn eigen leven wat ik doe en wil. Ja. En dat ga jij niet voor mij bepalen. Maar dat doen ze eigenlijk al vanaf kind. En je ziet dat die voorprogrammatie essentieel is, omdat uiteindelijk in een volwassen lichaam, te uiten, laat ik het zo maar zeggen. Wij zeggen altijd vanuit ons vakgebied,
volwassenen zijn gewoon kinderbreinen in een volwassen verpakking. En dat zie je ook in het gedrag. Je ziet dat mensen die niet eens zijn met elkaar naar elkaar gaan roepen van doe niet zo kinderachtig. Ja, dus het brein herkent het wel. Ja. Alleen het heeft nooit geleerd hoe het anders moet doen. Maar je noemt de kinderbrein in een volwassen verpakking. Daarmee zeg je eigenlijk het brein is niet of nooit volwassen. Het brein is eigenlijk in de intelligente kant van het brein volwassen. Mm-hmm. Maar dat is het sturingssysteem niet. Het brein is niet volwassen in het gevoelsmatige deel van het brein. Dus als we kijken naar het limbisch gestel, waar je gevoel opgeslagen wordt, waar je referentiekaders opgeslagen worden, de regels worden gecreëerd in je jeugd, die 80-95% die je meekrijgt van je opvoeders. Dan zie je dus dat in dat deel, als je daar hebt geleerd dat God bestaat, en wij meten dat met een EEG-kapje bijvoorbeeld. Dan, je kunt dat meten? Ja, je kunt zien waar het brein op reageert op welk woord. En als je dan in een zin zegt, geloof jij in God, dan denk je dat het brein reageert op het woord God. Mm-hmm. Maar als iemand zegt, nee, ik geloof niet in God, want ik heb altijd geleerd dat dat niet kan, dan is dat voor het brein ook geloof. Dus het gaat niet om het woord God, maar het gaat om het woord geloof. Zowel iets geloven als iets niet geloven is een geloof. Is geloof voor het brein, ja. Dus een brein zonder geloof kan niet bestaan, zeg je dat ermee? Nou ja, het brein zonder geloof kan natuurlijk wel bestaan, alleen dan heb je weinig referentiekaders en dan sta je natuurlijk helemaal wat raar. Maar in de praktijk komt dat niet voor. Iedereen gelooft iets, dat is wat je zegt eigenlijk. Ja, of je gelooft in jezelf, of je gelooft in vrijheid, of je gelooft in wat het ook is. Ja. Maar het geloofssysteem, die zelfbeschikking en geloofssystemen, die liggen heel dicht naast elkaar. Je ziet ook dat mensen volledig niet meer openstaan voor feiten en cijfers en PowerPoint-presentaties en bewijsfilmpjes. En alles wordt aan de kant geschoven zodra het gaat over de basisprincipes waar iemand in opgevoed is. Want dat is echt het referentiekader. Ja, dat zijn de basisovertuigingen die zijn ingeprogrammeerd, zeg maar, in het eerste deel van het leven. Ja. En die overroelen de eigen waarneming, de feiten. Die overroelt de werkelijkheid. Vooral als het spannend wordt? Nou, sterker nog, het brein kan niet eens meer objectief bekijken of het een werkelijkheid is. Het kiest voornamelijk de bewijs. Momenten om de eigen werkelijkheid te staven. Ja. En dus daardoor staan ze ook niet open voor andere informatie. Het is dus zinloos om tips en tricks te geven. Het beschermen van de eigen programmatuur is veiliger. Is belangrijker, wordt meer waarde toegekend door het brein, als ik het zo, dan een correcte waarneming van de werkelijkheid. Ja, het is veiliger voor het brein, omdat op basis. Is het veiliger? Of ja, het angstsysteem gaat aan. Dus wij zien een hoge mate van cortisol aanmaken op het moment dat je dus tegen de basisprincipes van het brein ingaat. Dus dat wat het geleerd heeft, hè, dus even weer over dat Gods voorbeeld, omdat de hele wereld weet waar het dan over gaat. Ja. Als je daar iemand vertelt dat God niet bestaat, dan gaat het brein meteen in de weerstandsstatus staan en gaat uitleggen dat het wel zo is. Zonder God ooit te hebben gezien, geen enkel bewijs daarvoor te hebben. En als het er niet meer uitkomt, communicatief aan de intelligente kant, zegt hij, ja, maar ik voel het gewoon. Ja. Nou, dan ben je natuurlijk uitgesproken. Ja. Want dan is er geen valt niks tegen te brengen. Zelfs de discussie die je met je vrouw hebt, hè, die zegt dan, ik voel het schat, je bent geen vrouw, je snapt het niet. Als we dit doortrekken, dan is in principe iedere discussie over welk onderwerp dan ook zinloos. Nou, dat lijkt zo. Kijk, onze ervaring is dat je het aan de intelligente kant niet goed kan oplossen, omdat je dan discussies hebt eigenlijk over niks. Je hebt dan discussies over het eigen gelijk. Ja. En dat is heel moeilijk te buigen. Mm-hmm. Maar op het moment, hè, dat in onze systemen gebruiken we daar echt veel verschillende tools voor. We gaan bezig met het reprogrammeren van het kinderbrein. Want als je de oorzaak niet aanpakt, verandert het gevolg simpelweg niet. Nee. Dus als je bewijsmateriaal levert van God bestaat niet, want Amenhotep de vijfde die heeft ooit van polytheïsme monotheïsme gemaakt. En je laat de kronieken zien waar het gebeurd is. Zegt ze, nou, dat is gewoon gemanipuleerd. Het is niet waar. Dat is niet waar. Dus het bewijsmateriaal. Het wordt niet in overweging genomen. Nee, dus het zal ook nooit kunnen leiden tot verandering. Nee, kijk, en dan heb je natuurlijk waar we het net in het voorgesprek over hadden. Nature and Nurture, die 20% DNA. En daarin staat eigenlijk hoe je hormonen aanmaakt en hoe je hormonen verwerkt. Ja. Dat is per mens uniek verschillend. Hè? Dus die uniciteit van ons die zit in de DNA-structuur. Maar ook blauwdruk, als het ware. Ja, die blauwdruk, die erfelijke patroon, die hebben we meegekregen. Maar die bepalen ook weer hoe je omgaat met je opvoeding. Ja. Dus wat even over een eenige tweeling. Een eenige tweeling kan dus in exact dezelfde opvoeding andere waardes halen uit die exact dezelfde opvoeding. Ja. Op basis van dat ze identieke tweeling zijn, maar toch nog steeds een andere hormoon aanmaak hebben en een andere verwerking hebben van diezelfde hormoon. Okay. En dat kan ook in aantal zijn, dus in de verhouding van de hormoon. Nou, we het over verhouding hebben, hè? Want dat gaat het hier een beetje om, de verhouding nature en nurture. In hoeverre zijn wij slaaf van onze nature? Als dit allemaal bepaald wordt door
genetische en chemische gesteldheden in ons systeem. In hoeverre hebben we nog iets te vertellen over ons eigen leven en nou, over hoe we daarmee omgaan? Ja, dat is een goede vraag. En kijk, het is ook een heel positief antwoord op te geven. Ik ben heel benieuwd. Ja, kijk, je DNA is maar 20% van je persoonlijkheid. Ja. En 80% is de nurture kant. En de nurture kant is volledig aan te passen. Dat doen wij dagelijks. En wij helpen onze klanten om te begrijpen waar ze vandaan komen. We leggen ze uit bijvoorbeeld wat het verschil is voor het brein tussen gevoel en intelligentie. Dat weten de meeste mensen al niet. Hoe kan het brein überhaupt zelfstandig autonoom beslissen wanneer het naar een gevoelsysteem gaat of naar een intelligente oplossing gaat? No. Nou, dat laten we allemaal zien in onze opleiding. En dat is heel interessant om te zien hoe dat systeem werkt. We zien dat de intelligentie een verklaringssysteem is. Terwijl we maatschappelijk leren dat wij intelligente wezens zijn. En wij weten nu intelligent waar we zitten. We zitten bij Weltschmerz, omdat die afspraak hebben gemaakt. Maar ons gevoelsysteem weet dat niet. Het kan niet denken. Het kan alleen maar registreren, voelen en handelen. En het registreert voornamelijk de opvoedingsdelen die het heeft meegekregen. Kan daar vergelijkingsmateriaal mee trekken. Dus het herkent... Iemand zei vroeger, als je je vader was, je bent een stomme klootzak, om maar even een plat woord te gebruiken. Nou, dan ga je daar op dit moment, als iemand dat tegen je zegt, heb je dat referentiekader nodig om überhaupt gevoel aan te zetten door hormonen. En dan reageer je erop. Dus de psychologische kant ervan, handeling en gedrag, is eigenlijk niet waar we moeten zitten. We moeten kijken wat er in die voorprogrammatie staat. Wat zijn de wetsregels van jouw voorprogrammatie? Als we die aanpassen, dat doen wij reprogrammeren. Ja. Dan krijg je een andere conclusie die het brein trekt en is de toepassing automatisch ook anders. Oké, dus je zegt je kunt je programmatuur kun je aanpassen. Volledig. Mits je daar toegang toe hebt. Hoe krijg je daar toegang toe? Want ik denk dat die technieken, deze kennis en die technieken die je nou beschrijft, dat die ook een belangrijke rol spelen in de massamanipulatie. Dat zijn de jongens die dit uitrollen, die dit bedenken, daar strategieën voor opzetten. Die moeten dit begrijpen, want hun doel is om onze software dusdanig aan te passen dat onze hardware de gewenste dingen gaat doen. Ja, je hebt gezien, ik weet niet of iedereen het gezien heeft, maar als je Van Ranst opzoekt in zijn... In zijn uitleg die hij geeft, waar een van de mensen van het OMT ook bij zit, zonder namen te noemen. Ja, Dan hij geniet er duidelijk ook van. Ja, je ziet dat hij fantastisch vindt om iets meer te weten dan de gemiddelde Nederlander en gemiddelde Belg. Ja. En wat hij zegt daar is waar. Een mens is volledig programmeerbaar. We zijn al geprogrammeerd en we hebben het alleen niet door. We denken dat we individuele beslissingen nemen. Mm-hmm. En dat zijn het eigenlijk niet. Je bent vanaf school, vanaf huis uit, ga je al om met ook biologische elementen die worden verkeerd bij je uitgelegd. Je angstsysteem wordt neergezet als een negatief systeem. Mm-hmm. Je angstsysteem is je alertsysteem. Het is waarom wij geëvolueerd zijn tot de wezens die we vandaag de dag zijn. Dus het is eigenlijk je vriend. Dus op het moment dat je angstsysteem eigenlijk een alertsysteem is en jou in staat stelt, biologisch gezien, om hele kleine minimale verschillen en hele grote veranderingen tegelijkertijd te verwerken, dan weet je dat dat angstsysteem je helpt overleven. Als hier een tijger binnenkomt, gaan we niet nadenken, nou, hoe komt er nou een tijger binnen in Hoofddorp? We gaan niet analyseren. Je gaat daar niet analyseren, want dan is je intelligentsysteem veel te traag daarvoor, want die gaat allerlei vergelijkingen trekken, dat hoort niet, want tijgers komen in. Nee, je krijgt een directe en automatische reactie. Sommige mensen kennen dat toe aan het reptiele brein. Ken je die? Ja, ik ben daar zelf ook niet zo heel erg van, maar ik ben benieuwd. Instinct, zeggen ze, wij zeggen instinct bestaat niet echt, weet je. Het is gewoon een breinfunctie. Je kan het meten, je kan het laten zien. Je kan zien hoe het werkt. Je kan het ook aansturen. Je kan het verbeteren. Het kan verslechterd raken door voeding en straling. Om daar dus veranderingen in die programmatuur. En je zegt dat is mogelijk. Die programmatuur is mogelijk veranderbaar. Dat blijkt ook wel uit het succes van propagandacampagnes. Want mensen kunnen heel gemakkelijk zodanig geprogrammeerd worden. Dat langs die angstas, hè? Ja, langs die. Nou ja, goed, via die technieken. Ja, techniek is hetzelfde. Als je de route kent, dan kun je daarop op ingrijpen. Ja. Daar komt het eigenlijk op neer. Daarom zijn mensen nu ineens bereid om zaken te aanvaarden die voorheen letterlijk ondenkbaar waren. Ja, en omdat ze niet in het denk... domein afspelen. Nee, het speelt niet af in het denkdomein. Het denkdomein is eigenlijk het verklaringssysteem voor het emotioneel genomen besluit. Eerst is emotie en vervolgens wordt daar een gedachte over gevormd. Ja, het is de verklaring. Je verklaart wat je hebt gevoeld. Ja. En als we goed kijken naar diezelfde techniek die zij gebruiken, dan maken zij heel handig. Ze hebben 700 spindokters rondlopen daar in die zogenaamde regering die daar in Den Haag zit. Die zijn gewoon constant bezig om met neurowetenschappers, neurobiologen te kijken van wat de menselijke waarden zijn. Ja.
En angst is daarin drie keer sterker dan je gelukssysteem. Nee. En onderschat daar de rol van de media niet in. Ja. Die is gewoon constant bezig geweest om mensen te indoctrineren met een bepaalde narrative. Ja. Dat mensen gaan daar uiteindelijk in geloven. Gaan dan de sociologische diet creëren, de groepsvorming. Mm-hmm. Nou, en die gaan dan bewijslast vinden van het feit dat vaccinatie veilig is. Ja. Terwijl er geen vaccinatie is. Nee. Dus het hele woord is al gepositioneerd als een veilig medium. Nou ja, dat als een veilig is de kracht medium, van taalgebruik. Omdat, hè, omdat we dat gewend zijn. Je ziet nu ook bijvoorbeeld dat er aan het begrip vrijwillig een nieuw, of verplicht een nieuwe betekenis is toegekend. Herd immunity. Voorheen was verplicht heel duidelijk. Dat is opgelegd gedrag dat je bij weigering op een sanctie komt te staan. Ja. Wat we nu hebben is opgelegd gedrag dat je bij weigering op een sanctie komt te staan. Uitsluiting is over een hele krachtige sanctie. Ja. Op een sanctie komt te staan, maar nu heet het ineens vrijwillig. Ja, als je kijkt naar herd immunity, dan hebben ze gewoon de hele definitie van herd immunity veranderd. Ja. Ook bij de CDC. Hè? Dus je ziet, herd immunity was vroeger dat je vanuit een natuurlijk principe, hè, gifstoffen, narigheid, micro-organismen komen via onze neus, ogen en oren en mond, oren, komen ze binnen. En dan hebben we macrofagen, we hebben killercellen, die slopen ze ongeveer alles. Ja. En dus dat is onze eerste line of defense. En op het moment dat dat niet meer voldoende is, dan pas gaan je witte bloedlichaampjes aan de gang. Ja. Nou, dat tezamen vormt een immuunsysteem wat onthoudt wat er binnengekomen is. Ja. En je killercellen die hebben helemaal geen dat functie. Dat weet in principe iedere basisarts. Hè, weet dat elke basisarts weet dat. Dus de artsen die nu beweren dat het anders is, die kunnen feitelijk niet vanuit hun vakkennis spreken. Maar die moeten dan vanuit een andere bron spreken. Die vernietigen eigenlijk een hele eet van ja, maar wat bezielt, of nou ja, wat bezielt hun brein? Laat ik maar even zeggen, om dit te doen. Want dit zijn mensen die absoluut weten, hè, geen enkele arts die zijn diploma niet bij een pak waspoeder heeft gekregen, weet dat dit niet klopt. Dat klopt wat je zegt. En er zijn ook artsen die stellig geloven dat een vaccinatie, gaan we dus weer op woordniveau zitten, dat een vaccinatie veilig is. Ik heb ze gesproken. En die ze beweren dat. Ze beweren dat. Werkelijk? Ja, echt. Ik heb diepe gesprekken met die mensen gehad. En die zeggen echt, ja, maar een vaccinatie is echt veilig, Eddie. Ik zeg, maar het is geen vaccinatie. Ja, dat is semantics. Het is geen semantics. Want een vaccinatie heeft 10, 15 tot 20 jaar onderzoek nodig. Ja. En dit is een anderhalf, dus twee jaar op de markt gebracht. Iets, als het klopt dus aan de definitie van dat iets. Het klopt dus iets niet. Hè? Dus leg mij uit waarom jij vindt dat het een vaccinatie is. En dan lopen ze vast. Ja. En dan, sommigen liepen zelfs weg. Ja. Want dan is de waarheid is confronterend. Dat zei ik net al, hè? Je kan dus met feiten cijfers aankomen, maar dat werkt dan niet. Dus het is een heel interessante tijd. Voor ons is het een heel interessante tijd. En wat we hierin eigenlijk veel meer een great awakening zien dan die great reset die World Economic Forum zo genaamd. Beide, denk ik. Ja, het is een beetje een strijd tussen het twee. Is en altijd, het loopt tot een soort piek. Van piek, tot een climax. En dat gaat dus enorm veel reuring opleveren in de hele menselijke samenleving. Ja, je hebt gelijk. Kijk, ik denk dat het ook moest. Ik denk dat wij als mensen de enige diersoort zijn die het eigen nest zo bevuilt dat we er niet meer in kunnen en willen wonen. Nee. Dus er is een taak aan onszelf. We moeten onze eigen verantwoordelijkheid weer durven nemen. Mm. In plaats van dat we die verantwoordelijkheid wegleggen bij een overheid die daardoor te veel macht krijgt of macht ambieert of macht eist. Ja. En vindt dat wij een soort van nutteloze eters zijn die alleen maar zorgen dat de planeet vervuilt. En we dragen niet bij aan de schoning van die planeet. Dus maar ik ben het daarmee eens. Dat moet. Ik ben het ook met je eens. Maar ik ben niet eens met dat een elite vindt, omdat ze meer geld hebben, dat ze meer waarde hebben als mensen, als de andere mensen. Daar ga ik gewoon als mens niet in mee. Nou ja, kijk, die waarde die genereren ze natuurlijk niet zelf. Die wordt ze toegekend door degene die deze elite als autoriteit beschouwt. En daarom bereid is ze te volgen. Ik denk dat de elite zichzelf als autoriteit beschouwt en dat het daar begint. Ja, nou ja, maar ik bedoel het feit dat ze het voor elkaar krijgen om een groot deel van de bevolking dat te laten geloven, bewijst eigenlijk wel hun gelijk. Ja, ze hebben ook gelijk. En alleen, nogmaals, als je een discriminatiesysteem hanteert, hè, dat ook daarin moet ik eigenlijk zeggen, dat is een standaard systeem wat in onze biologie zit. Iedereen discrimineert. Ja, niemand in is die objectief. Zin van dat het brein altijd onderscheid tussen het een en het ander maakt. Tuurlijk. En ook, ook weer vanuit het veiligheidsaspect. Ja. Als je ooit gebeten bent door een hond, kan je nooit meer objectief naar een hond kijken. Nee, je moet een koe van een leeuw kunnen onderscheiden. Zeker. Om te weten hoe je erop moet reageren. En toen we nog in stammetjes leefden, moesten we weten dat de andere stam niet de beste plannen had als ze bij ons binnenkwamen met oorlogsstrepen op een snoet. Weet je wel? Dus we moeten snappen dat discriminatie standaard in de mens zit. Biologisch standaard in de mens zit. Ja. En ook polarisatie zit standaard biologisch in de mens.
Nou wil ik niet zeggen dat op het moment dat je weet dat dat werkt, dat je er niks aan kan doen. Mm-hmm. Het herkennen op zich is voldoende om dan te zeggen, hé, maar ik ga hier niet in mee. Mijn biologisch systeem doet dat wel, maar ik heb ook nog een intelligent systeem die kan zeggen, oké, maar ik herken dat ik discrimineer. En nu ga ik dus de vraag stellen, waarom ben jij iemand die een blauw jasje draagt? Ja. Want ik heb geleerd dat blauwe jasjes heel lelijk zijn. Ja. Snap je? En dat begint dat verschil al. Ja. Kijk, als ik in mijn eigen gelijk ga staan en jij doet dat ook, dan krijg je altijd conflict. En vanuit conflict kan ruzie ontstaan. Mm-hmm. Maar als je het verschil gebruikt als de overeenkomst, dan wordt het een vraagstelling. En dan kan dat conflict nog steeds starten, maar dan is het conflict de basisstructuur van een hele mooie discussie, waar je alle twee wijzer wordt van de informatie die je met elkaar deelt. Dus ook conflict op zich is niet negatief. Ja. Maar de hele narrative in de maatschappij is er constant op gericht, omdat ze weten dat angst 3 keer sterker is dan geluk. Mm-hmm. Om constant negatieve status te geven aan gewone woorden, neutrale woorden. Ja. Nou, oké, dus die associatie, zeg maar, die wordt opgewekt, die overroelt eigenlijk de betekenis van het woord. De verstandelijke betekenis van ik het woord. Ik had laatst een lezing gaf ik en toen zaten mensen in het publiek. Ik leg uit, ik had 1,5 uur gesproken. En toen kwam het woord chaos voorbij. Mm. En zei ik, wat is jullie gevoel bij het woord chaos? Steek de hand op als je het positief vindt of negatief. Nou, 80% negatief, 10% neutraal. Mm. En een klein percentage die vond het dan wel positief. Toen zei ik, oké, weet je wat de werkelijke definitie van het woord chaos is? Toen zeiden ze, nou ja, rommel in je kamer, maakt niet zo chaos van je leven. Wat een puinhoop maak jij van je leven, het is één grote chaos. Ruim je rommel op, het is chaos. Ik zeg, ik hoor allemaal kindertaal nu, hè? Allemaal taal die je hebt geleerd van je ouders. Ik zeg maar, de werkelijke definitie is de dynamiek van de verandering. Ja. Ik zeg, en als de dynamiek van de verandering de werkelijke definitie is, dan is dat dus niet per definitie negatief. Ik zeg, hebben jullie een goed gevoel van het gesprek wat wij hier gehouden hebben? Zei ze, ja, heel goed gevoel. Ik zeg, wisten jullie wat ik ging zeggen? Nee. Wist ik wat jullie zouden vragen? Dat is een hele, net als wij nu, we hebben geen script, we hebben gewoon praten gewoon. Zei ze, nee, dat wist je ook niet. Ik zeg, 1,5 uur later, zeggen jullie tegen mij dat het een positief gevoel heeft gegeven door meer breinkennis te krijgen. Ik zeg, maar het was chaos. Dat mogen we dan toch stellen. Orde uit chaos, zou je bijna zeggen. Ja, orde uit chaos. Ontstaat een nieuwe ordening uit iets wat vooraf niet geordend was. Als je de behoefte hebt aan ordening, dan is het waar wat je zegt. Als je geen behoefte hebt aan ordening, maar je ziet dat de dynamiek van de verandering, de reis die je maakt in je leven, permanent aanwezig is. Mm-hmm. Wat we in het voorgesprek al zeiden, het einddoel van het leven is dood. Nou, dat is niet het einddoel wat we allemaal ambiëren. Nee. Dus de einddoelen die wij stellen tijdens het leven zijn eigenlijk onzinnige einddoelen. Het zijn tussenfases in een dynamiek van een veranderend proces. Dus de reis die het leven de waarde geeft en niet het doel. Ja. Natuurlijk. De reis op zich is het allermooiste wat je meemaakt. Een ervaring, en daarom staan wij, een beleving. Ja, het is een neutrale gebeurtenis. En daarom vinden wij deze periode zo ontzettend interessant. Ik vind die polarisatie wie zijn ook wij? Mijn zakenpartner Marcel en ik die het boek hebben geschreven. En als ik kijk naar wat er in de maatschappij gebeurt nu, dan zie je dus dat de mensen te veel kiezen voor die maatschappelijke rollen, meervoudig, die ze allemaal hebben aangenomen en hebben aangeleerd. En nooit hebben geleerd om te kiezen voor een biologische identiteit. Je zegt te veel. Waarom is het te veel? Omdat er een te grote groep is die meegaand is en niet opstaat tegen zaken die ze normaal gesproken niet zouden accepteren. Ja, die is normaal gesproken niet. Die dus zeg maar strijdig zijn met wat ze zelf zouden. Met je levenswaarde. Willen met je eigen levenswaarde. Ja, als ik je auto zomaar afpak, dan kom je achter me aan. Maar als de overheid jou thuis laat zitten, je auto afpakt, weet ik veel, allemaal dingen uithaalt. Ja. Na een bepaalde periode met elke keer een klein stapje, wat Van Ranst uitlegt. Je moet dat met kleine stapjes doen, zodat het grotere plaatje niet inzichtelijk is. Mm-hmm. Nou, dat doen ze fantastisch. Ja. Al die kleine stapjes zijn acceptabel, maar mensen hebben niet in de gaten dat de optelsom van die kleine stapjes onacceptabel is. Ze kunnen dat niet overzien. Een brein kan heel moeilijk iets overzien in de toekomst. Hoe komt het dat sommigen het wel kunnen overzien? Voorprogrammatie. Ja. Dus op het moment dat je achterdochtig bent van natuur en je gelooft niet direct wat er gezegd wordt, daarom zeggen we altijd geloof niks en onderzoek alles, ook in dit gesprek wat wij nu doen, geloof niets van wat wij zeggen, maar onderzoek wel alles. Ja. Je hebt volgens het UVRM, de Universele Rechten voor de Mens, heb je de wettelijke verplichting op te komen voor je eigen status als levend mens. Ja. Nou, doe dat dan. Ja. Neem die status dan ook in. Ja. En dat zie ik te weinig gebeuren. En daar helpen mensen ontzettend bij om ze in balans te brengen, want als je tussen je gevoelssysteem en je intelligentie een disbalans hebt, status, dan kom je er ook niet uit. Want je gaat het proberen op te lossen langs de intelligente as. Je zegt, help mensen daarbij. Ja. Dus wat je eigenlijk doet is helpen bij mensen hun eigen programmatuur aan te passen. Die nurture kant, hè? Dus die voorprogrammatie. Dus de nurture kant inderdaad. Ja. Hè? De opvoedingskant. De opvoedingskant. Hè?
Nou, we hebben gezien dat overheden dat kunnen via propaganda, systematiek, spin doctors, mensen die daar slim op inspelen. Ja. Dat is, nou ja, wat je zou kunnen zeggen, een negatieve invloed. Ja. In dit geval wel. In dit geval wel, tenminste, ja. dat vinden jij en ik. Ja. Aan de andere kant kun je dat natuurlijk ook op een positieve manier inzetten. Zoals jij zegt, ik help mijn klanten daarmee. Ik help ze met het maken van kleine of grotere aanpassingen in hun eigen programmatuur, zodat ze meer hun resultaten in overeenstemming kunnen brengen met hun eigen basiswaarden. Biologie. Ja, met hun biologie, mijn eigen basiswaarden. Ja. Dat zijn dus twee aspecten waarin een externe partij helpt of, nou ja, verstoort. Ja. Wat er intern bij iemand gebeurt. In hoeverre kun je daar zelf iets mee zonder externe bemoeiing? Erg lastig, omdat je altijd voorgeprogrammeerd bent vanuit een externe situatie. Mm-hmm. Je hebt nooit een objectieve keuze gehad om je eigen keuzes te maken in je leven. Zelfs niet als volwassene, want dan gaat het nog steeds langs dat filter van het kinderbrein, waar allerlei waarden in staan. Daarmee zeg je eigenlijk, de eigen wil heeft veel minder invloed dan we denken. Ja, dat is helaas, is dat waar. Ja. Ja. Bestaat er zoiets als vrije wil? Ja, dat is een heel interessante vraag. En er zijn honderden boeken over. Vrije keuze, laat ik het dan iets beperken. Keuze denk ik ook nog erg moeilijk. Je kan, kijk, als mensen niet met de hulpvraag naar ons toekomen, kunnen wij ze niet helpen. Nee, dat herken ik ook uit mijn eigen praktijk. Maar dan worden je coacht ook. Dan worden het tips en tricks en het gaat de ene oor in het andere oor uit. En intelligent zeggen we dan wel van ja, je hebt gelijk, ik moet dat doen. Maar het zal niet toegepast doelmatig worden. Doelmatig is het niet. Nee. Dus op het moment dat iemand echt een levensvraag heeft en zegt, waarom voel ik me zoals ik voel? Waarom registreer ik dit wat ik voel als een trauma? Dan kunnen we uitleggen waar het vandaan komt. En dan helpen we iemand daarbij. En dan verandert die basiswaarde van het trauma. Want iemand anders heeft exact hetzelfde meegemaakt. Die ziet het niet als trauma. Die ziet het gewoon als een gebeurtenis. Ja. En gaat verder met het leven. Je kunt er anders over denken. En dan heeft het een andere consequentie voor je. Ja, je handelt. Dus wat je eigenlijk zegt is, je laat mensen zien dat het mogelijk is hun programmatuur, dat de programmatuur veranderd kan worden. Sterker nog, we garanderen het. Ja, garanderen. Ja, wij doen het in onze programma's. Dus op de een of andere manier bestaat er normaal gesproken een soort van overtuiging van dit ben ik gewoon. En dat is onveranderlijk. Juist. En dat is dus niet waar. Nee, dat is niet waar. Dat maakt daar het zit zo, een vergissing. Ja, dat is een heel goed punt wat je aan. Dat maakt het zo ontzettend interessant. Want we zijn niet wie we denken dat we zijn. Wij veranderen mensen ook niet. Wij brengen ze terug naar de essentie van hun persoon. Van een biologische persoonlijke. Ik zeg altijd, je hebt meervoudige maatschappelijke rollen. Je bent de vader van, de partner van, het kind van, de collega van, weet ik veel. Je bent van alles van. Ja. En dat heb je allemaal aangeleerd. 6, 7, 28 jaar lang. Je hebt geen seconde iets geleerd over wie jouw biologische identiteit is. Je weet niet wat je A, C, T en G zijn. Ik zal het niet te moeilijk maken, want het zijn de basisstoffen van je DNA. Ja. Ja. Dus je weet niet wat voor DNA je aanmaakt, wanneer die DNA aanmaakt, in hoeveelheid je het aanmaakt, hoe je het verwerkt en onder welke omstandigheden. Ja. Dus als je dat niet weet, heb je sturingsmechanismen van je biologie niet in handen. En dat kunnen we wel sturen, want we kunnen elkaar boos maken, dus we kunnen elkaar sturen op emotie. Ja. Dus op het moment dat de waardes veranderen, dus die voorprogrammatie, je database met informatie verandert om tot die emotionele, hormonale status te komen, dan heb je pas handeling en gedrag veranderd. Ja. Tot die tijd gaat dat gewoon niet, want je brein heeft een referentiekans. Als je boos bent, dan vindt jouw brein dat het 100% recht heeft om boos te worden, want er is een regel overtreden die je misschien niet eens wist zelf, maar die je wel voelt. Ja. Je kan hem nog niet duiden, maar je voelt wel dat soort. Kun je het leren om jezelf te herprogrammeren? Ja. Of je programmatuur, zeg maar, te fine-tunen, om het maar zo te zeggen. Als je bijvoorbeeld merkt dat je steeds tegen dezelfde zaken aanloopt en je weet, je hebt bijvoorbeeld jouw boek gelezen en je weet hoe het werkt. Zou je dat een ingang kunnen geven om je eigen programmatuur, laat maar zeggen, meer naar je zin te maken of meer in overeenstemming te met brengen? Met je biologie te brengen. Met je biologie. Ja, ja, zeker. Ja. Zonder dat je daar echt de hulp of de inmenging van buitenaf. Nou, dat is waarom. Kijk, ons bedrijf heet Sparkwise. Dat staat voor sprankelende wijsheid. Ja. Niet omdat Marcel en ik nou zo sprankelend wijs zijn. We doen wel alsof, maar dat maken we. Als jouw programmatuur. Steken we een beetje de draak mee. Maar waar het eigenlijk over gaat, is dat een kind is sprankelend wijs geboren. Het zit al in je biologie om dat te doen. We zijn niet gemaakt om te werken. Ook dat is maatschappelijk aangeleerd. Ja. We zijn gemaakt om problemen op te lossen. Ja. En we zijn gemaakt om creatief te zijn. Nou, wat gebeurt er al op hele jonge leeftijd? Creativiteit wordt eruit geslagen. Ja. Want we hadden een klant, die had een dochtertje. En die zei van, nou, mijn kindje die moet echt naar een vrije school. Ik word helemaal gek van het schoolsysteem. Want weet je wat er gebeurt? Ik zei, nou, wat is er gebeurd? Zegt, nou, die kleine zit bij ons altijd in de auto. En wij vinden het leuk om langs listen te rijden en zo. En naar de bloemenvelden te kijken. Okay. Dus dat kind dat zit op de peuterschool, weet ik van 3 of 4 jaar. En die moest bloemen tekenen van de lerares. En die pakt dus 2 handkrijtjes en die gaat zo door elkaar heen zitten krassen op een wit stuk papier. Zegt bloemen, helemaal hartstikke mooi, allemaal bloemen.
Want dat had ze gezien vanuit de auto in dat veld. Een groot, dus geel veld. Eén groot, allemaal kleuren om elkaar heen, de velden. En die lerares zegt, nee, een bloem heeft een groen steeltje met blaadjes. En dan... Dus je ziet dat die voorprogrammatie eigenlijk al heel vroegtijdig wordt ingezet. En we hebben het niet door. En dat is het grote probleem. Ja. We weten niet dat die referentiekaders in ons systeem zitten. Oké. We hebben niet door. Dat is het grote probleem. Ja. We hadden het net over de maatschappelijke ontwikkeling. Ja. Ik denk dat je die bewering ook op, deze ontwikkeling kunt plakken. Hè? Absoluut. We hebben niet door, dus dat is het probleem. We gaan wel geconfronteerd worden met de consequenties. In hoeverre is confrontatie met consequenties van, laat maar zeggen, denkfouten, een manier om die fouten te herstellen? Fouten zijn altijd leren te herstellen. Leren we van ervaring? Ja, we leren van ervaring. We leren van andere groepen. Want dit is ook een uitdrukking. Als we één ding kunnen leren van onze geschiedenis, dat we nooit iets leren van onze geschiedenis. Hè? Nou ja, kijk. Dat patroon zie je ook wel terug. Ja, hè? Maar dat komt ook omdat we elke keer vanuit die intelligente as proberen te sturen. En dat gaat nou eenmaal niet. Weet je, zo zit het brein niet in elkaar. Nee. Dus als je goed kijkt naar hoe wij leren. Ja. Het veiligste leren voor ons brein. Dan kijk je naar die curve van Bell. En dan zie je dus dat er maar 2,5% innovators zijn. Dat zijn de mensen die achterdochtig zijn. Stellen altijd hele kritische, scherpe vragen. Geloven niks, je kan ze niet overtuigen. Ze kunnen alleen maar zichzelf overtuigen. Maar doen wel het onderzoek. Zijn bereid om tijd te steken en soms geld in het onderzoek. Ja. Komen tot nieuwe conclusies en gaan dan een ander pad in hun leven in. Mm. Zijn vaak erg succesvolle mensen. Mm. En dan zie je dat die tweede groep, dat is 13,5%, dat zijn die early adopters. En die early adopters, die laten zich door niemand wat wijsmaken, alleen maar door de innovators. Want dat zijn hun kennis. Die laten zich inspireren door de innovators. Juist. Innovators die laten mogelijkheden zien. Ze hebben kijken die mogelijkheden. Ze zeggen, verrek, je hebt een punt. Ja, maar ze kennen elkaar ook. Ja. Het is een persoonlijke connectie. Ja. Dus die zeggen, hey Pieter, wat interessant wat je daar vertelt. Nou, ik weet dat jij als journalist, socioloog veel onderzoek doet daarin. Mm-hmm. Nou, ik vind dat wel een interessant punt. Ik ga dat ook onderzoeken. Ja. En dan pas begint de volgende stap. Dus je kan niet zeggen, een maatschappij bestaat uit mensen. Het bestaat uit kolommen met mensen. Ja. Nou, die tweede groep, die early adopters, dus dat 13,5% plus die 2,5%, is maar 16% van de volwassen populatie. Dat is nog steeds een kleine minderheid. Nog steeds een kleine minderheid. Die eerste grote groep, dat zijn dan de early majority, dat is 34% van de maatschappij, van de volwassen populatie. De tweede groep is de late majority, maar die lopen allemaal overal maar goed, achteraan. Samen met de innovators, de early adopters, heb je 50%. Heb je een 34 plus 13,5 tegen het plus 2,5. Aan. Nou, je hebt de helft van de wereldbevolking, of lokale bevolking. En dat is precies wat je nu ziet ontstaan. Hè? Dus we zagen anderhalf jaar geleden, begonnen wij al heel vroeg te roepen van, het klopt niet. Ja. Die hashtag is door een vriendin van mij uiteindelijk ook gemaakt. Het klopt niet. Michel heeft die grootschalig uitgerold. En je ziet dus dat veel mensen dat adapteren. Die zeggen, ja, dit is precies waar, zoals ik me voel. Het klopt niet. Waar ik voel, ik kan niet uitleggen, maar ik voel dat het niet klopt. Ja. En dan zie je dus dat die early adopters, daar beginnen we nu zo ongeveer in terecht te komen. Je ziet dat er massaal begint te ontstaan. Nu komt die early majority. En die is het gevaarlijkste voor de overheid. Ja. Want die denken niet na. Die worden boos, voelen zich belazerd hun hele leven. En gaan naar Den Haag en gaan gooien met die eieren. Die bestormen de Bastille. Die beginnen met eieren te gooien. En later komen ze met de honkbalknuppels. En dan gaan ze het heft in eigen handen nemen. Nou goed, en dat is precies de spindokters weten dit. De spindokters weten dit. En die anticiperen daaruit. Ja, op. Daarom hebben ze die geweldspiraal gecreëerd. Met die opleidingen voor die ordepolitie. Die geen Nederlanders zijn. Dat digitale paspoort is natuurlijk een vorm van geweld. Mm-hmm. Het is een mogelijkheid om zonder tussenkomst van handhaving of justitie een straf uit te delen voor gedrag dat automatisch wordt geïncorporeerd in dit apparaat. In dit, net zoals jouw gezondheidsstatus zonder tussenkomst van een big-arts opeens gecontroleerd kan worden door iemand die geen big-status heeft. Ja. Want het gaat precies, nog even een stapje verder. Het is ook totaal tegenstrijdig aan iedere privacywetgeving. Natuurlijk. Ja, je mag aan niemand vragen wat zijn medische status is. Nee. En nu moet het ineens openbaar voor iedereen gescand worden en voor iedere portier bij de deur van elk restaurant of bar. Ja, ze zijn nu bezig met de werkgevers. Werkgevers ook. Dus een werkgever mocht nooit vragen of jij een ernstige ziekte had, bijvoorbeeld kanker. Nee. Omdat ze dan zeg maar hun arbeidscontract niet zouden kunnen verlengen. Klopt. Maar ze kunnen nu wel vragen of jij geïnjecteerd bent voor een ziekte waar je niet aan doodgaat. Ja. En waar je dan toch een bepaalde status in krijgt. Ja. Weet je, dat is weer die verbijstering over die enorme omslag. Hè? Iets wat voorheen als voorkomen vanzelfsprekend werd aanvaard, wordt nu het tegengestelde als voorkomen vanzelfsprekend. En eens een enorme kentering.
Je hebt net uitgelegd hoe dat is. Het is loop dan van tijd, hè? Ja, in loop. Maar het is wel. Die kentering, het omslagpunt, vindt wel op één moment plaats. Nou, kijk, waar een overheid en de spindokters en wij ook vanuit ons vakgebied nooit rekening mee kunnen houden, is de variabelen. Er zijn best heel veel kennis over de werking van het brein. Veel mensen roepen altijd: we weten niks van de hersenen, maar dat is niet waar. We weten heel veel van het brein. Alleen in de mainstream media is altijd gezegd dat we heel weinig van het brein weten. Om te voorkomen dat ze erachter komen dat wij volledig manipuleerbaar zijn. Ja. Maar aan de andere kant is het zo. Dus op het moment dat jij snapt hoe je brein werkt, kun je die controle ook weer terugnemen over de werking van je brein. Ja. En dan werkt het systeem. Het systeem is er al. Alleen de ingrediënten moet je maar veranderen. Dus als jij een appeltaart bakt, alleen maar met appels, smaakt hij altijd een appeltaart. Als je daar rozijntjes en oker en vanille in doet, dan gaat hij niet meer alleen maar naar appels smaken. Dan smaakt hij naar de combinatie van, toch? Ja. Dus als je die oorzaak verandert, dan verandert uiteindelijk het gevolg wel. Ja. En dat is eigenlijk wat wij heel sterk propageren. Niet alleen voor wat er nu gaande is maatschappelijk, maar wij zijn echt bezig op het individu. En we doen ook grote groepen. Om we laten zien van, je hebt de controle van je eigen gelukssysteem in handen. Geluk is helemaal geen geluk. Geluk is een biologisch concept. Je kunt er zelf de regie over nemen. 100%. Ja, als je weet hoe het werkt. Je moet weten hoe het werkt. Met alles zo. Als je niet weet hoe het werkt, kun je de regie niet over. Als je niet weet hoe een auto werkt, kun je hem niet besturen op de manier. Nee, maar toen je rijbewijs had ook niet. Nee. Toen ging het ook niet, moet je ook leren. Ja, je moet het leren. Je moet weten hoe het ding werkt. Wil je het gewenste resultaat uitkrijgen. Ja, dat is een leuke brug. Als je kijkt naar hoe een babytje uit een baarmoeder vandaan stapt na 9 maanden. Die stapt er niet uit volledig spraakgevoelig en zegt, man, papa, oh, jullie zijn maal, dus jullie hebben mij verwekt. Nou, dat vind ik echt leuk om jullie te ontmoeten nu live. Geef me eens een tablet, dan kan ik even zien hoe de wereld in elkaar zit. Zo werkt het niet. Nee, het komt de wereld eigenlijk als een computer waar nog geen besturingssysteem. Oh, nou, ik moet anders zeggen, waar nog geen software op geïnstalleerd is. De software is er nog niet. Ja, een deeltje van de software is er, die 20%. Ja, dat is meer het basisbesturingssysteem. Ja, het is een romsysteem. Vervolgens moet het gevoed worden. Zowel met fysiek voedsel als met mentaal voedsel. Ja. En het wordt verkeerd gevoed. Het wordt gevoed in de richting van een maatschappelijke rol. Nou, is het natuurlijk zo dat een ouder die verkeerd gevoed is, zijn software, als hij die overdraagt op het kind, dan zullen daar dezelfde fouten, dezelfde bugs. Als we nou toch over software hebben. Ik vind het leuk dat je bugs zegt, omdat het eigenlijk geen fouten zijn. Hè. Fouten, ook, dat is ook weer zo'n prachtig maatschappelijk en biologisch verschil. In de biologie moeten we fouten maken om te kunnen leren. Ja, dat is leren door schade en schande. Anders kunnen wij niet lopen. Nee. Anders kunnen we niet kruipen, niet lopen, niet praten. Mm-hmm. In de maatschappij mag je geen fouten maken, want dan word je erop beoordeeld. Dus die tegenstrijdigheden die tussen die maatschappelijke rollen en je biologische identiteit zitten, zijn enorm groot. Ja. Want je wordt constant gestuurd op die maatschappelijke rol, meervoudig. En je wordt niet gestuurd op die enkelvoudige biologische identiteit. Hoe komt dat? Je zou toch verwachten in de loop der tijd meer met elkaar zou overeenstemmen. Maar het lijkt wel alsof die kloof steeds groter gemaakt wordt. Aan de ene kant onze biologische, wat er nodig is, zeg maar. Wat ons wezen, ons systeem nodig heeft. Aan de andere kant wat er aangeboden wordt. Het lijkt bijna 180 graden ten opzichte van elkaar te staan in veel gevallen. Wat is daar de oorzaak van? Nou, het interessante is dat als je mensen heel wijs maakt over hoe de biologie werkt en je geeft ze breinkennis, dan is er geen overheid meer nodig. Nee, dat is kennis is macht. Gaat eigenlijk waar kennis we het hier is ook over een hebben. Beperking, kennis is alleen macht als er verschil in kennis bestaat. Ja, kennis is ook een beperking. Hè? Dus op het moment dat je de verkeerde kennis in het brein stopt, dan wordt dat gezien als de basiskennis en dan is het een beperking. Daar zitten we nu in. Ja. Maar kennis kan wel degelijk ook macht zijn. Dus op het moment dat je de juiste kennis overdraagt aan een ander mens, hè, dus niet jouw eigen angstprojecties die je hebt meegekregen uit het verleden doorkopieert op je kinderen, die je daar dan ook weer mee te maken krijgt en zo de hele keten door. De opa van jouw opa is 270 jaar geleden, om maar wat te noemen. Dus die tijdsperiodes veranderen en nog steeds zitten dat soort indoctrinatiesystemen zit in ons opvoedingssysteem. Ja. Aapjes, gedrag. Ze worden cultureel gewoon doorgegeven van ouder op kind. Want die basisprogrammering die krijg je mee van je ouders. Ja, zowel op religieus niveau als op cultureel niveau als op allerlei niveau. Dat lijkt me ook overigens een van de belangrijkste redenen waarom culturele verandering zo verschrikkelijk moeilijk is. Ja, omdat ze de hulpvraag niet stellen en omdat je gewoon in je basisprogrammatie staat dat het waar is. Ja. Dus zolang dat kritiekloos wordt overgenomen. Ja. En als je 4 jaar bent of iets dergelijks, zeg ik echt aan de basisbeginselen van mee, dan is het moeilijk om daar kritisch op te zijn. Dus dan ben je toch een klein beetje overgeleverd aan in welke omgeving dat dan gebeurt en door wie.
En de kinderbrouwerij registreert gewoon veel dus beter. Dat is dus een mate van onveranderbaarheid is het gevolg daarvan. Ja? Aan de andere kant zien we ook dat ons brein gevoelig is voor input die hele snelle verandering kan opleveren. Ja. Ook dat lijkt bijna tegenstrijdig aan elkaar. Ja, maar dat is nog steeds, als het heel erg in gevaar komt, is het pas bereid om te leren. Als de zelfbeschikking in stand blijft en de actualiteit heeft behoefte aan een leermoment, dan is het brein heel sterk. Dus een perceptie van gevaar, hè, wat een ander woord is voor angst, is noodzakelijk om het brein open te stellen voor verandering. Dat is precies wat er nu gaande is geweest. Dat is precies wat er nu gaande is. Afgelopen anderhalf jaar. Ja. Er wordt dus een zogenaamd virus wordt er bedacht, wat ontzettend gevaarlijk is. Maar de feiten zeggen, als je naar het IFR kijkt, dat er niet meer mensen sterven als met een normale griepseizoen. Zelfs iets minder. Zelfs iets minder, maar dan zeggen ze nee, maar dat komt omdat die mensen allemaal thuis zaten in de lockdown. Nou, dat is natuurlijk allemaal fantastisch om het zo uit te leggen, maar dat spreekt de narrative eigenlijk uit. Ja. Nou ja, wat je nu ook ziet is dat er op dit moment eigenlijk nauwelijks nog waarde gehecht wordt. Het is zo'n hele grote gehoor. Nou, niet alleen aan feiten, maar ook aan logica. Ja. Het simpele besef van oorzaak en gevolg. Waardoor je heel gemakkelijk een bepaalde bewering kunt. Waarmee je heel gemakkelijk een bepaalde bewering kunt toetsen. Kijk, klopt het verband tussen de voorgespiegelde oorzaak en het voorgespiegelde gevolg? Zo niet, dan klopt de bewering niet. Maar kennelijk speelt dat ineens niet zo'n rol meer. Ja, het gaat nog veel verder. Als je kijkt naar wat er gisteren gebeurde met die presentatie die ze dan gaven, dan zie je dus iemand gewoon glashard staan te liegen. Ja. En al die leugens die daarvoor worden verteld, die worden niet opgeteld bij de laatste leugen. Nee. En de man wordt nog steeds geloofd. Ja. Dus je kunt nog steeds zien dat de mens pretendeert een heel intelligent wezen te zijn, maar het gaat gewoon in zijn angst staan en heeft geen toegang tot de intelligentie. Nee, nee. Ja, nogmaals, dus het is wel heel erg verschillend. Hè? Maar het lijkt alsof er op dit moment eigenlijk nog maar twee mogelijkheden zijn. Je had het net over die grote middengroep die met alles mee werkt. Wat ik ook opmerk is dat er een grote groep mensen is die ken ik bijvoorbeeld uit mijn eigen privé leven en de vrienden en kennissen. Ja. Die zeggen van ja, ik ben het helemaal met je eens. Maar ja, weet je, ik praat er liever niet over, want je krijgt er alleen maar gezeik van. Dat is die meewaaigroep. Ja, maar er is wel al een besluit genomen. Er is wel al een beeld over gevormd. Ik ben het er niet mee eens. Maar ja, weet je, ik heb gewoon geen zin in problemen met kennis en vrienden. Ja, maar onderschat de tijdelijkheid niet. Hè? Ja. De tijdelijkheid van het brein is een heel krom, gek principe. Het weet constant die tijdelijkheid te gebruiken om een beslissing te veranderen. Dus alles in ons leven is tijdelijk, ons hele leven is tijdelijk. Ja. Elke celstructuur in ons lichaam is tijdelijk. Dus het concept vanuit de biologie van tijdelijkheid is voor het brein een hele interessante. Dus op het moment dat het brein ziet, hey, het is tijdelijk. Mm-hmm. En ik stel me tijdelijk in die positie, omdat dat nu even veiliger is. Ja. Want dan heb ik geen gezeik, zoals je net zei, gedoe. Dan is dat even de status. Maar dat wil niet zeggen dat het overmorgen ook zo is. Dat is dan weer een andere tijdelijkheid met nieuwe informatie. Vandaar ook dat, dus dat is constant dat steeds, verandering. Ja, dat is steeds het benadrukken van de tijdelijkheid van deze maatregelen. Zodat het brein zegt van oké, dit is nu even zo. Laat ik maar afzien van actie. Ja, want het komt wel goed. Het komt wel goed. En het komt niet goed, want het wordt alleen maar erger. En dat heeft het brein niet door, want het kan niet goed in de toekomst kijken. Nee. En dat is precies wat die spindokters natuurlijk heel goed snappen. Die snappen hetzelfde als wat ik snap. Ja. En die weten precies hoe ze dat communicatief zo moeten laten brengen door de twee heren. Ja, precies. Dus wij kunnen niet goed in de toekomst kijken. Wat ik ook opmerk en waar we het eigenlijk net ook al even over gehad hebben, is dat er is een bepaalde ervaring. En voordat die ervaring leidt tot een verandering in de programmatuur, verandering van denken, daar zit een tijdgat. Ja, nadenken komt pas handelen. Ja. Precies, hè? Ja. Dus er is een gebeurtenis en die gebeurtenis gaat niet direct leiden tot de herziening van de eigen visie en eigen gedachten. Nee. Dat duurt een tijdje. Ja. En precies wat je ziet ontstaan ook. Die handig zijn in het gebruik maken van dat gat, die kunnen precies in die periode kunnen ze een zin doorduwen. Ja, dat is ook wat er gebeurt constant. Ja. Kijk, ze doen zulke kleine stapjes en wat je bij Ranst hebt gezien als je naar zijn hele betoog hebt gekeken van wat is 2,5 uur. Ja. Dan zie je dus dat hij constant zegt, doe twee stappen vooruit en doe een stapje terug. Ja. Geef ze brood en spelen. Ja, ja. Hij geniet er ook van. Hè? Ja, hij vindt het geweldig. Hij vindt zichzelf geweldig. Hij vindt zichzelf geweldig. Hij is een hele arrogante man. Moet je eens kijken hoe handig ik ben. Omdat hij snapt hoe het werkt. Ja. En hij heeft door dat de anderen niet snappen hoe het werkt. Ja. Maar hij is wel loslippig. Ja, kijk, het is een man die gewoon zichzelf vooral fantastisch vindt. En dat in een negatieve status neerzet voor de bevolking die dat niet doorheeft. Maar het wel steeds meer doorkrijgt. Ja. En dus je ziet wel, als ik goed kijk naar anderhalf jaar geleden, toen wij voor het eerst met 8 ondernemers, 10 ondernemers bij elkaar zaten om te zeggen, weet je, het klopt niet, wat gaan we hier nou aan doen? Mm.
En later ook Michel uitnodigde voor een gesprek om te zeggen van, weet je, we moeten al die leiders van die groepers bij elkaar gaan halen, want ze zitten zoveel in die eigen kolommetjes allemaal. En je hebt volume nodig om ervoor te zorgen dat er een politieke verandering plaatsvindt. Want de overheid moet weten, omdat ze zo'n grote afstand hebben van die burgermarkt, ja. Die moet weten dat de burgers het daar niet mee eens zijn. Als het maar 2000 mensen zijn, dan gebeurt er niks. Nee. Maar als het opeens 2 miljoen mensen zijn, dan gebeurt er heel veel. Dus dan gaat iedereen weer in zijn eigen waarde staan. En gaan ze ook angstig worden voor hun eigen positie. En dat zie je nu wel ontstaan. Als je naar 5 september kijkt, wat er toen opeens op straat liep. En als je bij Unmuters kijkt, die andere groepen die daarmee bezig zijn. Wat er gisteren gebeurde en wat er in Den Haag gebeurde. Weet je, steeds meer groepen gaan nu opstaan en zeggen van, ja, maar het klopt gewoon simpelweg niet. En ik accepteer het ook gewoon niet meer. Ik ga geen derde prik nemen. Want denk je dat daar niet op is geanticipeerd? Hè? Denk je dat de spindokters, de strategen die inderdaad kennis hebben van onze werking van ons brein, onze psychologische werking, dat die niet voorzien hebben dat dit gebeurt? Ja, ze voorzien het wel, maar wat ik net zei, die variabelen kan je niet inschatten, die kan je niet berekenen. Er is altijd een variabele. En dus ze nemen een bewust risico. Je moet een bewust risico nemen om dit te doen, omdat je nooit weet precies wanneer en waarom er een omslagpunt komt. Ze hebben dat wel getest. Ja. Ze hebben op een gegeven moment geroepen toch dat de kinderen geïnjecteerd zouden worden. Binnen 2 dagen waren er 92.000 reacties in een petitie dat dat niet zou gebeuren. Hebben ze het even laten vallen? Het is veel later pas weer doorgezet. Ja, het is meer een soort toetsing van hoe staat het ervoor? Hoe staat het ervoor? Hoe is de stemming? Ja, kijken wat er gebeurt. Ja, kijken, en daar gebruik van maken. En daar gebruik van maken, want dan krijg je informatie een beetje uit. Opportunistisch zijn. Nou, het is gewoon leergeld. Je leert daarvan en ga je een volgende stap maken. Oké. Mag ik daaruit opmaken dat jij de uitkomst van deze, laat me toch zeggen, omwentelingrevolutie, dus de bedoeling is dat er een totaal andere samenlevingsstructuur wordt ingericht, de uitkomst daarvan nog openhoudt? Of ben je positief? Of hoe moet ik het? Op zich ben ik positief. Ik zie dat aan de ene kant ontstaat die parallele samenleving, wat ze graag willen. Ja. Aan de andere kant zie ik wie steeds. Wie zijn ze in dit geval? Nou, de mensen die het er niet mee eens zijn, die zeggen: oké, wat zoek het lekker uit. Zal het wel gewoon toegestaan, trouwens? Ik ga gewoon lekker mijn eten kopen bij de boeren, niet meer bij de supermarkt, noem maar wat. Als de boeren niet allemaal uitgekocht zijn. Ja, maar dan hou je de boer in stand. Hè? Want ik kreeg net een mailtje vanochtend binnen van een boer in Zeeland. Die krijgt 10 cent op zijn kilo uien. Ja. En die worden verkocht voor een euro in de winkel. Ja. En hij krijgt 15 cent subsidie per kilo. Nou, als de subsidie wegvalt, dan heeft hij 750.000 kilo aan uien. Dan verliest hij alleen maar op. Ja. Dus hij moet ze verkopen onder de kostprijs. De boeren liggen al aan het infuus van de afhankelijkheid. Hè? Dat is allemaal gecreëerd in de afgelopen 10, 15 jaar. Van de afhankelijkheid van het infuus. Maar ja, dat is keurig netjes voorbereid. Ja, nee, dat is heel goed voorbereid. Dus op het moment dat je ziet dat die basisstatus van de mens verandert. De variabelen dus. En dat kan met één persoon beginnen. Je hebt gezien wat Mahatma Gandhi uiteindelijk uithaalde. Eén persoon kan net even die switch maken. Ja. En die variabelen creëren. Dus er hoeft maar iets te gebeuren wat niet acceptabel is. Het is als het ware de detonatie van een langzaam. Het is de injectie van een net zoals een sparkplug doet. Ja. Die zegt, ik naait nu en dan boem en dan ontploft het. En ik, dat zei ik van de week ook in een ander interview. Ik ben zo bang dat die geweldspiraal start. Ik wil zoveel mogelijk, alles wat wij doen is zoveel mogelijk voorkomen. Ja. Dat we in die geweldspiraal terechtkomen. Dat denk ik ook heel belangrijk is. Maar je ziet nu wel dat er, ik weet niet of je gezien hebt in Australië op dit moment, waar een senator openlijk oproept tot burgerlijk geweld tegen niet gevaccineerden. Die zegt, we moeten er met wapens, we moeten ze achterna. Dat is de speeltuin van de zogenaamde elite die vindt dat er een x-percentage van de bevolking gewoon moet afsterven. Ja. Dat staat ook in een gemstones die ze ooit hebben geplaatst daar in Amerika. Ja. En dan zie je dus dat zij roepen op tot die segregatie om ervoor te zorgen dat er burgeroorlogen gaan ontstaan. Ja. Ze hebben een hele leven die wapenindustrie heeft altijd beide partijen gefinancierd en geleverd. Ja. Dat is natuurlijk met iedere oorlog zo. De oorlog wordt nooit uitgevochten door de leiders en de machthebbers, maar door de leden van de bevolking die zich recruteren. En nu de hele wereldbevolking onder vuur ligt. Ja, daar moet je een scheiding maken tussen degene die aanvallen en degene die aangevallen worden. En dat kun je dan alleen maar doen op basis van een fictief onderscheid dat geloofd wordt door mensen. Ja, en ik denk dat die variabele zou kunnen zijn die verandert. Want op het moment dat mensen zien, ik zag bijvoorbeeld bij Unmuters zag ik heel veel discussie ontstaan. Hè, van mensen die zeiden, zij zijn voorstander van die testsamenleving. Maar ik zag ook een heleboel, voornamelijk vrouwen, zeggen, ja, maar wacht eventjes. Als dit nou de schapen zijn die eigenlijk geen schapen zijn, maar leeuwen zijn die wakker worden. Met 150.000 man, dan moeten we die mensen juist betrekken in het totaal, want dan wordt de groep groter. Ja. Dus je ziet dat de verschillende krachten, er is altijd kracht en tegenkracht. Ja.
Het is maar net afhankelijk van hoe groot de tegenkracht is, om te kijken hoe zwak de kracht is. Ja. Dus in die combinatie zouden we kunnen zeggen, oké, laat het maar ontstaan. Ja. Voorkom die geweldspiraal. Zorg ervoor dat Erica Chenoweth, een van de onderzoekers... Bijt niet in het lokaas om dat geweld te... Trap daar niet in. Hè? Erica Chenoweth laat zien over 150 jaar historie van de mens, over de afgelopen 150 jaar, dat alle revoluties die geweldloos zijn gestart, zijn het meest succesvol geweest. Ja. 75% ervan is succesvol. Terwijl maar 10, 15% via geweldspiralen succesvol zijn geweest. Dan kun je nog een beetje kijken naar wat dan succes... Je houdt het dialoog dan, snap je? Ja. Dan zijn we nog steeds mensen en geen territoriaal dier die vindt dat ze territorium overtreden zijn met alle wapens die mogelijk zijn. Ze territorium gaat verdedigen. En dat is precies waar wij constant op hameren. Van blijf in de dialoog. Blijf communiceren met elkaar. Doe dat met respect. Snap de ander, snap dat je een kinderbrein tegenover je hebt zitten die in een kinderbrein staat, dus de cookie niet krijgt en dan weet je hoe iemand zich gedraagt. Dus verwacht daar geen volwassen reactie van. Okay. Een ander punt wat ik nog wil maken, en dat is misschien wel heel interessant, hè? Veel mensen die geven de schuld aan iemand anders. Nou, dat is ook een maatschappelijke structuur die we aangeleerd hebben. Ja. Stel, en dat is eigenlijk wat wij in onze programma's altijd laten zien, dat niemand schuldig is omdat het aapjesgedrag is. Dus we zouden kunnen zeggen, de positie die normale mensen, burgers innemen om in hun eigen status te staan, daar zijn ze niet schuldig aan. Hun ouders zijn daar ook niet schuldig aan, want niemand had breinkennis. Nee, je kunt het mensen niet verwijten. Je kunt het mensen niet maar verwijten. Maar dat betekent niet per se dat je daarmee geen verantwoordelijkheid hoeft te doen. Je hebt altijd je verantwoordelijkheid en je hoeft ze ook geen vrijbrief te geven voor hun gedrag. Ja. Maar op het moment dat je niet de schuld benoemt, maar de optie tot oplossing, dan wordt het een ander ding. Want schuld is ook weer negatief geannoteerd. Ja. Maar je bent ook schuldig aan je eigen geluk. Dus het woord is gewoon een neutraal woord. Ja. Alleen het is bij ons erin geprent dat je schuldig bent aan fouten. Schuldig ik vind bent. Het wel mooi dat je dat zegt. Hè? Want de schuld wijst altijd naar het verleden. Je hebt iets gedaan en je geeft iemand op zijn lazer of jezelf. Dat je het hebt gedaan. En dat verhindert of beperkt ook de oplossing. Zeker? Omdat je simpelweg naar het verleden kijkt en niet naar de mogelijkheden. Je bent niet met het huidige bezig. Ja. En ik denk dat de diersoort Homo sapiens overigens sowieso de enige diersoort is op deze planeet die zich ontzettend druk kan maken over dingen in het verleden die we nooit meer kunnen veranderen. Ja, ja, ja. En dingen in de toekomst die gewoon echt nooit gaan gebeuren. Een perceptie hebben van toekomst en verleden. Ja, maar dingen in de toekomst die nooit gaan gebeuren op basis van ervaring uit het verleden. Ja, ja. Dus ik denk dat de mensen steeds meer, door wat wij doen, ik heb 60 coaches opgeleid, 65... We hebben duizenden mensen door ons systeem heen getrokken. We zien dat die mensen in een gelukkige status terechtkomen. Waarom? Omdat ze de controle krijgen over hun gelukssysteem. Zoals ik al zei, geluk is geen geluk. Geluk is een biologisch concept. Als je het sturingsmechanisme in handen hebt, dan heb je gewoon een dupliceerbaar model gecreëerd voor je gelukssysteem. Ik denk als we mensen dat echt kunnen leren, veel grotere groepen nog dan nu, en dan ga je zien dat je een andere maatschappij creëert. Ja. Precies waar de overheid bang voor is, want die wil dat niet. Zij willen de controle macht houden over wat de burgers doen. Oké. Okay. Als ik even een paar dingen mag samenpakken. Yes. Want we moeten het dadelijk gaan afronden. Ja, altijd gezellig in verband met onmiddellijk. Ja, maar eigenlijk is het duidelijk dat er een grote verandering moet komen. Een soort van reset in de manier waarop wij met ons leven, elkaar en de planeet omgaan. Planeet, dat is eigenlijk wel duidelijk. Dat dit eigenlijk tot een crisis is gekomen die ook noodzakelijk is om tot verandering te komen, betekent dat er op dit moment een soort van vacuüm bestaat, als ik het goed begrijp. Aan de ene kant een groep die wil er gebruik van maken om zijn macht en zijn invloed verder uit te vergroten. Aan de andere kant is er natuurlijk ook een opening om tot een andere vorm van verandering te komen. Ja. Een verandering die meer mensen meer dient. Zeg ik dat goed? Ik denk het wel. Kijk, die parallele samenleving is de eerste stap daarin. Ja. Hè, voor mensen die echt durven te kiezen voor zichzelf. En je ziet nu dat Koninklijke Horeca Nederland heeft geloof ik gezegd van we gaan niet mee. We gaan geen handhavertje spelen voor. Ik ben benieuwd of ze daar overigens bij blijven als de overheid... Als die boetes gaan komen. Ja, maar er zijn allerlei advocaten die zeggen van nou kom maar op met die boetes. Want die durven wij wel aan te vechten. Ja. Dus we gaan nog wel zien wat er gebeurt. Okay. Aan de andere kant zie ik dat als de parallele samenleving, ook een vorm van segregatie, als je de parallele samenleving ziet die eerst afwijkt van die maatschappij
En steeds meer mensen snappen dat we het alleen maar redden als we het samen gaan doen. Mm-hmm. Dan komt de parallele samenleving wel weer bij de gewone maatschappij. En dan pas krijg je die aansluiting. Is het een vorm van segregatie? Want heel veel mensen zeggen, ja, het is polarisatie en dat is slecht, dat is verkeerd. Het is segregatie, dat is verkeerd. Vind maar aan de andere kant, weet je, als er iets nieuws ontstaat wat er niet eerst was, dan begint dat eerst met segregatie. Kleiner begint, dat het eerst iets anders is dan wat het was. Dus je krijgt dan eerst het oude en het nieuwe naast elkaar. En wat ik al zei, polarisatie is voor mij niet zou je nooit een innovatie kunnen doorvoeren. Dat klopt. Innovatie per definitie polarisatie. Ja, ja. Dus daarom zei ik al, polarisatie is voor mij geen negatief aspect. Niet per se. Nee, niet per se. Ja, ja, ja. Als op het moment dat je het verkeerd inzet, en je ziet dus Antifa, BLM, je ziet dat soort organisaties specifiek worden opgezet om ervoor te zorgen dat ze de narrative creëren om andere mensen in elkaar te slaan of te schieten of wat het ook is. Dan is het negatief inzet. Ja, precies. Als je het verdeelaneer systeem gebruikt om mensen te benadelen. Daar komt het eigenlijk. Ja, maar zo wordt het ook in de media neergezet. Ja. Maar polarisatie op zich, nogmaals, is een biologisch principe wat we al in ons systeem hebben. Ja. Omarm het, gebruik het om de dialoog aan te gaan. Dan krijg je een heel ander startpunt. Okay. Jij bent positief? Ja. Ja? Ja. Ja. We moeten door een dal. Heb je een visie van hoe het eruit gaat zien? We moeten door een dal. Het zal niet zonder slag of stoot zijn. Nee. Het zal ook schade opleveren hier en daar. Veel doden. Ja, helaas. Heb je een idee hoe erg wordt het? Is dit bijvoorbeeld een van de belangrijkste gebeurtenissen in het bestaan van onze soort? Ja, zeker in de westerse maatschappij waar wij in opgevoed zijn. Kijk, de Indianen in de Creas Acores in de bossen van Brazilië hebben hier weinig last van. Maar alles wat in de westerse maatschappij en in de Chinese cultuur en andere culturen zit. Ja, die hebben hier enorm last van. Ja. Ik denk dat een van de belangrijkste momenten is in het leven van de diersoort Homo sapiens. Ja, ik denk dat om de kans te krijgen het echt weer naar jezelf toe te trekken. Ja. Je bent nou eenmaal of juist niet. Of je bent het kwijt en dan zijn we slachtoffer van de situatie geworden. Ja. Ja. Hebben we als mensheid dan nog een toekomst? Ja, dan krijg je uiteindelijk burgeroorlog, want er zijn bepaalde mensen die zullen dit nooit accepteren. Of krijg je, we hebben het daar het vorige gesprek even over gehad, we hebben nu te weinig tijd om daar diep op ingaan, krijg je een soort die dit alleen kan verduren, zeg maar, in toestand van gemodificeerd zijn. Dus het transhumanistische gedachte. Ja, het transhumanisme gaat komen. Dat is niet tegen te houden, weet je, die biologie. Dat we dan niet langer werkelijk mens zijn. Er zijn mensen die geïnjecteerd zijn al niet. Er is een hoge raad uitspraak in Amerika die zegt, als jij je laat injecteren door een patenthouder, en je verandert je DNA, dan ben je dus officieel geen mens meer. Dus heb je ook geen mensenrechten meer. Maar. Dus dat is al gebeurd. En mensen hebben dat allemaal niet door. Weet je, ze lezen niet, ze informeren zich niet, ze nemen het gewoon maar aan. Ja. Dus het is voor mij een interessante tijd. Ja. We hebben het ook erg druk wat dat betreft. Want er zijn zoveel mensen aan het helpen om te begrijpen. Fijn dat je tijd kon maken vandaag. Ja, tuurlijk. Ik vind het uitermate belangrijk om ook ons gedachtegoed om dat te laten zien waarom. Okay. Omdat er een oplossing is. Als je eenmaal snapt hoe het werkt, zoals je al eerder zei, als je eenmaal snapt hoe het werkt, dan krijg je het sturingsmechanisme in handen en dan kun je het dus doen. En ik zit in 50 groepen, ik zie zoveel mensen met angst, die weten echt niet waar ze staan. Hmm. En wat ze doen, 5 september sprak ik mensen, die zeiden, ik wist niet dat de groep zo groot was. Er liepen meer dan 100.000 mensen. Ik denk dat een van de belangrijkste functies is van dit soort bijeenkomsten. Zeker, zeker. De mensen sterk, alleen zijn. Het gevoel geven niet alleen te zijn. Vertrouwen geven dat je met goede en verstandige mensen samen iets ergens achter staat. En ik sprak nog met 4 politieagenten. Die stonden op het Frederiksplein op een gegeven moment. Ik zei, jongens, wat vinden jullie hier nou van? Hij zegt, het is een demonstratie. Maar hij zegt, ik heb zelden zo'n vriendelijke, leuke demonstratie meegemaakt met zoveel mensen. Ik was er zelf helaas niet bij, ik was verhinderd, maar dat is wel wat ik van iedereen hoorde. Het was leuk, weet je, het was 50 mensen brede rijen en 3,7 kilometer lang. Dan weet je dat het geen 20.000 mensen zijn, weet je, om maar wat te noemen. Het was een hele interessante samenkomst. Mensen met trommeltjes en bloemetjes en hartjes gaven. Ja. En toen zei ik nog, ik zei van de week in het andere interview, als dit de rechtsextremisten zijn, zoals in de media worden neergezet. Ja. Nou, homo-haters en antisemieten ook, hè? Van alles, hè? Er wordt van alles geroepen. Maar als dat dan die groep is, dan wil ik bij die groep horen. Want het zijn de leukste, vriendelijkste mensen van deze planeet. En het zijn niet de mensen die aan die linksextremistische kant staan en een soort van nieuw marxistisch systeem willen bouwen met onderdrukking. Want die liepen daar niet om. Dat is het probleem ook. Kijk, niemand had gedacht of geambieerd voor deze crisis om een parallele samenleving te bestaan. Zeker niet. In de NRC stond een stuk van een journalist die zei, ja, het zijn een soort van puberale jongensdromen. Maar voordat dit gebeurde,
Had niemand daarover nagedacht? Ik bedoel, kijk, mensen worden op dit moment simpelweg geen andere keuze gelaten dan of mee te gaan met iets wat ze niet willen. Of maar, ja, laat maar zeggen, voor zichzelf te beginnen. Ja, maar ook gewoon echt niet doen. Ik ken zoveel mensen die zeggen, nou, het maakt me niet uit wat ze allemaal verzinnen. Ik ga het gewoon niet doen. En dat is wel waar die maatschappij nu naartoe groeit. En wat jij zegt klopt, weet je. We moeten eerst door dat dal heen om die overwinning te kunnen halen. Crisis is noodzakelijk voor verandering. Zonder pijn bestaat niet. Dus als we het positief willen afsluiten, dan zou ik kunnen zeggen, nou, die crisis biedt ons de gelegenheid op een heleboel zaken die eigenlijk al toch aan herziening toe waren, om die eens recht te gaan zetten. Zeker. Ja? En dan wel vanuit verbinding en niet vanuit... Ja, uiteraard vanuit een nieuwe gedachte, vanuit een stukje herprogrammering. Zeker, Dankjewel, Eddie. Alsjeblieft. Ja.